Yo mensen, welkom bij Beuners. Vandaag gaan we het voorlampje vervangen van deze Thomas Classic. Wat hebben we hier natuurlijk voor nodig? Schroevendraaiertjes en een vervangend lampje. Dit is een lampje met een P26S fitting. Maar weet je wat? Het is hier binnen echt een beetje donker. Dus laten we maar naar buiten gaan. Hey, jullie zijn hier ook. Wat een toeval. Dus, laten we maar beginnen. Dus onderaan hier, daar zit een schroefje. Dat is gewoon een platte kop en die gaan we dus eerst even losdraaien. Let erop, dit schroefje hoeft niet helemaal los. Als dit schroefje een beetje los zit, dan kun je de koplamp al loshalen. En als je hem helemaal losdraait, dan wordt alles vervolgens super moeilijk om er in elkaar te krijgen. Nu gaan we dit ene kruiskopje hier losmaken. Want normaal zit hier een lampje in en dat lampje moet eruit, de nieuwe moet erin. Dit plaatje moet daarvoor helemaal opzij. Dus eerst dit ene kruiskopje loshalen. En nu Rutger? Dus, we hebben hier ons nieuwe lampje. En dit is gewoon super simpel. We pakken gewoon het lampje, douwen we erin. Vervolgens doen we dit plaatje weer netjes op het contactje. Moet je eens kijken hoe goed dat past. We hebben het oude schroefje. En die gaan we gewoon weer lekker erin draaien. Dus we gaan nu even dit koplampje overeind erin zetten. We gaan nog niks vastschroeven, maar we gaan gewoon even kijken of hij het doet. Dus laten we de Thomas eerst maar eens even starten.